Peter Oppens, ik mag jou feliciteren. Je staat hier te blinken. Zilver voor Bashir Abdi. Ja, te blinken, dat mag denk ik wel in. Het is een levensdroom die uitkomt. 13 jaar, waarvan we er toch 12 samen hebben gewerkt. Heel mooie jaren, heel mooie prestaties. Enkel die medaille ontbrak. En ja, zijn pistecarrière was bijna op zijn laatste been aan het lopen. Als je dan in je laatste wedstrijd op de piste een medaille kunt pakken, je levensdroom kunt realiseren, ik denk ja, dat dat het mooiste is wat er kan zijn. Hè. Ik had hem deze middag nog een laatste boodschap meegegeven. Give us joy and happiness. En ik denk dat hij dat deze avond volledig heeft ingevuld. Zat je in die eindfase niet te denken, deze wedstrijd was te traag voor Bashir? De wedstrijd had harder moeten gemaakt worden? Nee, hij ging heel hard van in het begin. Ze liepen 2.48, 2.50 per kilometer, wat toch al vrij snel is, zeker gezien de warmte. En dan denk je, oei, Moskou, dat was ook heel warm, ging het ook heel snel in het begin. Op het einde blijven ze dan met 5 over, dan denk je misschien nog even, ja, Zurich, daar waren ze ook met 5. We hebben dat allemaal gehad, dus al die negativiteit die hebben we nu achter de rug. Hij heeft dat nu toch vandaag kunnen ombuigen in iets positiefs. Geen tegenslag, in zijn mooie wedstrijd gedaan. En ik denk dat hij terecht voor beloond is. Dus misschien geen goud. Dat vond hij zelf jammer in zijn eerste reactie bij mij op de tribune. Ja, het is geen goud. Maar ik denk dat hij toch mag tevreden zijn met dit zilver. En ook de manier waarop hij dit zilver heeft behaald. Ik denk dat je al een paar keer diep teleurgesteld was in Bashir. Het is te zeggen, vooral in die blessures die hij heeft opgelopen, dat het vaak net niet was. Ook afgezegd voor EK's. Hoe maakt dit dat dan extra speciaal, dat het toch eens lukt? Ja, ik heb ook heel mooie momenten meegemaakt. Ik denk zijn tijden in Stanford waren om in te kaderen. Ik denk ook nog aan zijn cross bij de jeugd, waar hij als laatste toch nog 41ste geworden is. Dat zijn heel straffe prestaties. Ook in de sneeuw dat hij 9e wordt op het EK cross. Ja, hij heeft heel mooie prestaties gedaan. Inderdaad, er waren soms blessures, maar dat is de grens die je opzoekt. Het is een atleet die ondertussen ook al 9 op 1 volgende jaren aan een kampioenschap deelneemt. Sinds 2010 heeft hij ieder jaar een kampioenschap gedaan. Ik denk toch dat het voor hem pleit dat hij er toch steeds voor gewerkt heeft, er steeds gestaan heeft, niet altijd beloond geweest is, tot op vandaag. Ben jij degene die hem een beetje ontdekt heeft en toch geholpen op de weg naar de top? Wat ontdekt is een groot woord. Hè. Als je voor je neus staat, weet je niet of het door je talent wordt. Ik denk dat ik samen met hem de weg heb gevonden in de atletiek, maar ook de weg in de maatschappij. Hij moest het Nederland nog verder leren. Ik kwam met allerlei instanties in aanraking. En ik denk dat ik hem naast de sport ook administratief en in heel wat andere praktische zaken verder op weg heb gezet. En ik denk dat ja, dit is de bekroning van heel vele puzzelstukken die nu eindelijk eens in elkaar vallen. Je kan geen mooier afscheid wensen hè, van de piste dan een zilveren medaille. Of toch een gouden, maar zilver is ook al heel mooi. Hè? Het is een zilver met een gouden randje aan, zeker gezien zijn wedstrijd. En goed, ik denk dat hij zich nu volledig mag focussen op de marathon. Daar droomt hij nu ook al een tijdje van, heeft dat altijd uitgesteld. Ja goed, wat is daar misschien nog mogelijk op een ander kampioenschap? Hè? Een EK, misschien een WK, wat is daar mogelijk? Hij heeft de leeftijd ervoor, hij moet nog wat ervaring opdoen. Laten we eens kijken wat Koen komende zondag presteert. En misschien kan hij wel in de voetsporen treden van Koen, want ik verwacht daar toch ook wel iets van. Maar dit moet eerst gevierd worden, hè? Ook door jou. Dit mag en moet gevierd worden, dat is zeker. Peter, geniet ervan, dank je. Bedankt.